Wij zijn de groep Social Obesitas. Wij zijn de groep studenten van het Windenzaam uit Zwolle. Wij voeren elk jaar een campagneweek uit. En dit jaar is het thema Social Obesitas. Social Obesitas is een verzamelnaam voor alle verslavingen aan het beeldscherm. Deze doelgroep is dagelijks bezig met beeldschermgebruik. Hieraan kun je denken aan social media en aan gaming. Het is erg belangrijk dat deze doelgroep nog wel hun sociale leven opbouwt. En dat zij naar buiten gaan. Dat ze niet alleen maar binnen zitten op hun beeldscherm. Daarom voeren wij deze campagne. En wij hopen dat wij hun bewust kunnen maken van het leven buiten de beeldschermen om. Daarom hebben wij een paar activiteiten opgericht vandaag. We hebben zowel Social Twister. Hiermee kunnen ze de social media kanalen uitzetten met hun handen en voeten. Daarnaast hebben we nog een Ren je rot spel. Hierbij kunnen ze vragen beantwoorden over hun kennis over social obesitas en over social media. Daarnaast is er ook een raadspel, zodat de kinderen hun gedachten op een ander punt kunnen zetten dan op social media. Midden in de school hebben we ook een likeboom opgehangen. De bedoeling hiervan is dat kinderen in real life een like kunnen geven aan iemand anders of een leuk compliment, zodat ze echt in contact kunnen komen en een emotie kunnen laten tonen. Wij hopen te bereiken dat de kinderen bewust worden van hun beeldschermgebruik. Wij hopen dat de ouders ook maatregelen gaan nemen tegen de verslaving aan beeldschermgebruik, dat zij zich bewuster van worden. Dat wij advies mee kunnen geven van jongens, stap eens naar buiten, ga eens een leuk spelletje doen, want het is zoveel meer dan alleen maar het social media en de beeldschermen. De meeste scholen die zijn wel actief bezig, die zijn ook bewust van de verslaving die zich afspeelt binnen de, rondom de leerlingen. Wij hebben als groep ook naslagwerk gemaakt voor de docenten, zodat zij dit kunnen inlezen. En zodat zij dat ook eventueel aan de ouders en leerlingen nog als extra informatie kunnen geven. Wij hopen natuurlijk ook door middel van de activiteiten dat de docenten inzien, oh, misschien is het leuk om met de kinderen wat vaker naar buiten te gaan. Als initiatief vanuit de docenten zelf. Want zoals wij net hebben gezien, de leerlingen zitten heel veel op hun iPad en op hun mobiele telefoons. En er is zoveel meer te doen. Vooral met prachtig weer zoals vandaag. Dan kun je prima naar buiten gaan.